Kirsten Komas, gefeliciteerd. 2-0 gewonnen van PEC Zwolle Vrouwen. Het was een mooie overwinning, maar soms ook moeizaam, hè? Ja, het was best wel een moeizame wedstrijd. Zij maakten het goed klein en wij kwamen er bijna niet uit, denk ik. En vooral heel veel balverlies, maar goed, de 3 punten zijn binnen, dus we zijn tevreden. Je was er wel vandoor, al heel snel. Ja, klopt, ja. Ik heb een keer vandaag met mijn hoofd gescoord, dat gebeurt niet vaak. Ja, vertel. De bal kwam door over links en Siska die zag mij vrij lopen richting de 11 meter. En ze gaf hem goed voor en ik kopte hem hard binnen. Dan zitten ze boven op dat cameraplatform te mopperen op jullie van potverdorie, maak die kansen nou eens af. Er waren kansen genoeg. Klopt, ja. Ik heb ook best wel wat kansen gehad. Maar goed, als je 2-0 wint, dan doen we het prima. En zolang je achterin de 0 houdt, zijn er denk ik geen problemen. We mogen er inderdaad wel wat meer maken. Was het ook een beetje billenknijpen dat die 1-1 niet viel? Nou, bij mij viel het op zich wel mee. Ik heb wel het gevoel gehad dat we de wedstrijd onder controle hadden. En niet dat we, dat we het nog weg zouden geven. Bal op de lat. Ja, ook nog bal op de lat. Maar ja, wij ook. En ik heb ook nog een kans van dichtbij gehad. En volgens mij hebben we nog wel meerdere kansen gehad. Waarom lukt het je bij PSV niet zo vaak om te scoren? Want je staat nu pas op 2. Bij ADO, bij Telstar vliegen ze er achter elkaar in. Is dat zo? Nou ja, daar heb ik volgens mij 10 doelpunten gescoord. Ik kan nog steeds in het seizoen, toch? Is dat ook een van je doelstellingen om heel veel doelpunten te gaan maken? Of wil je vooral meer assist? Nou, niet echt een doelstelling. Maar bij ADO en Telstar stond ik eigenlijk best wel op een andere positie ook. Daar speelden ze met 3 spitsen en nu sta ik meer op het middenveld. Dus kom ik denk ik iets minder vaak voor de goal of op een iets mindere of een andere positie. En assist geven vind ik ook prima. Middenveld voorin, je wordt wel heen en weer geschoven volgens mij. Ja, hier is wel standaard mijn plekje links of rechts op het middenveld en niet in de spits. En het gaat nu wel prima denk ik, dus ik ben er wel tevreden mee. Zelfs nog een tweede goal, dat maakt hem iets mooier natuurlijk die overwinning, maar 2-0 is misschien ook wel een beetje geluk hebben. Nou, ik denk dat onze kans gezien dat 2-0 wel terecht is en het hadden er wel meer mogen zijn. Oké, jullie gaan wel steeds beter natuurlijk de laatste weken. In hoeverre had je dat nou aanzien komen? Want het begin was natuurlijk helemaal niet goed. Nee, ja, we hebben een moeilijke start gehad. En wij zijn er gewoon in blijven geloven. Ook tegen Ajax Twente hebben we gewoon heel goed voetbal laten zien. En is het lang niet altijd terecht geweest dat wij de verliezende partij waren. Alleen tegen ADO was echt een slechte wedstrijd van ons. En tegen Heerenveen hadden we ook moeten winnen. En nu pakken we eindelijk wel die punten. Plek 4, hè? Ja, klopt. Daar top 4 willen we eindigen, dus . Waar sta je in de vierde? Nu staan wij volgens mij vierde. Ja, Heerenveen heeft verloren, toch? Is in principe goed genoeg? Of zeg je van, we willen zoveel mogelijk punten om dan maar proberen nog eerste of tweede te worden voor de winterstop? In ieder geval, als het door het midden gaat, straks nog heel veel punten hebben. Nou, eerste of tweede wordt denk ik wel lastig. Maar gewoon deze lijn voortzetten en die punten pakken. En hopen dat we nog wat plaatsen kunnen stijgen.